Ryan Sanusi, halverwege de tweede helft dacht ik dat jij de aanvoerder zou zijn van de winnende ploeg. Uiteindelijk ben je de aanvoerder van de verliezende ploeg. Wat een groot contrast. Ja, klopt. Ik had ook het gevoel dat we deze wedstrijd zouden winnen. Ik denk dat we de tweede helft gedomineerd hebben met redelijk goed voetbal en redelijk wat kansen. En helaas kom je niet als de winnaar uit deze wedstrijd. Duarte, Ache, ze hadden moeten scoren. Hè? Maar ja, je hebt er nu niks aan dat soort bespiegelingen. Nee, klopt. Ja. Die bal valt dan tegen de paal en, of de keeper pakt hem net. Ja, dat is nu de situatie waar we in zitten. Maar het feit dat we daar wel komen, dat we wel domineren, dat we wel kansen creëren, dat is wat ik meeneem uit deze wedstrijd. En niet zozeer dat we dan niet winnen. Dat is nu een feit, daar kan je niks meer aan doen. Dus we moeten gewoon ons vasthouden aan de dingen die wel goed waren. En ik vond dat er veel dingen echt goed waren, zeker in vergelijking met de eerste seizoen zelf. Ik denk dat we gewoon verder zijn gegaan waar we bij Vitesse zijn geëindigd. En ik denk als we zo blijven verder doen, dat die punten gewoon gaan komen. Daar ben ik echt van overtuigd. Is goed spelen en verliezen moeilijker te accepteren dan slecht spelen en verliezen? Ja, eigenlijk wel. Want als je goed speelt, dan heb je toch wel het gevoel dat je verdient en kan winnen. En ja, als je slecht speelt, dan heb je meer het gevoel van ja, het was gewoon niet terecht als we nu zouden winnen. En dat is ook nu het gevoel dat het nu overheerst, dat je zeg maar, dit is echt pure zonde dat je deze wedstrijd geen drie punten had. Meer balbezit, bovenliggende partij, maar het scoren blijft een probleem, ook vandaag. Het was een strafschop en een eigen doelpunt. Ja, en over het weggeven van doelpunten kunnen we helemaal een uur een boom opzetten. Ja, natuurlijk, als je het doelpunt tegenkrijgt, dan gaat er altijd iets mis. Maar ik denk dat als je kijkt naar de aard van het doelpunt, dat het niet echt uitgespeelde kansen waren. Of dat ze echt ons helemaal wegtikten of iets. Het waren meer gewoon onoplettendheden van ons. En behalve dan die laatste vrije trap, daar is niks op aan te merken. Maar voor de rest, ja. Ik vond dat wij echt veel beter waren. Hoe wordt er dan gereageerd na afloop in de kleedkamer? Ja, de trainer heeft ons gewoon duidelijk gemaakt dat je op dit niveau niet zo'n doelpunt kan weggeven. Zeker, ja, want hij zei van, wij horen gewoon 2-0 de rust in te gaan eigenlijk. En nu door onoplettendheid ga je gewoon 2-2 de rust in. Moet je gewoon terug van begin af aan beginnen. En ja, zo zijn we ook de kleedkamer uitgegaan van oké, we staan nu 2-2, we moeten door en we gaan deze wedstrijd winnen. Ik denk dat iedereen ook gezien heeft dat wij zo in de tweede helft op het veld stonden. Alleen ja, nogmaals, het resultaat hebben we niet kunnen leveren, maar al de voorwaarden om het resultaat te leveren waren er wel. De supporters, de sponsors, wij van de media, wij maken ons zorgen om Sparta. Ja. Hoe is dat in de kleedkamer? Ja, nu na de wedstrijd overheerst altijd wel teleurstelling. En, dan kan je nog niet echt. Dan zijn mensen nog niet echt bezig over de wedstrijd. Iedereen is gewoon teleurgesteld en zit in zichzelf. Morgen en overmorgen zullen we weer bespreken en de draad weer oppakken. Maar maak jij je ook zorgen? Ik maak me geen zorgen. Nee. Waar is dat op gebaseerd? Omdat het geen zin heeft om je zorgen te maken. Dat heeft geen zin, dat voegt helemaal niks toe. En dan maak je zeker geen betere voetballer of geen beter team. Dus je moet gewoon de feiten accepteren. We staan nu laatste en we hebben twee wedstrijden verloren. En ik focus me op de dingen waar ik wel iets aan kan doen. En dat is hoe mijn team speelt. En hoe wij met z'n allen elke wedstrijd strijd leveren om punten te pakken. Ik kan me zo voorstellen dat de trainer erop gaat hameren dat er deze week nog een paar nieuwe bijkomen. Dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Nee, geen centrale verdediger? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Daar ben ik persoonlijk eigenlijk niet mee bezig. Ja. Vrijdag weer, Heerenveen uit. Ja, moeten we aan de bak. De zucht is veelzeggend. Ja, maar ik zit nu nog in het teleurstellen van de wedstrijd. Dus overmorgen dan ben ik er weer overeen. Dan focus ik me weer op de wedstrijd. Dan is het weer een nieuwe kans om drie punten te pakken. Succes. Dankjewel.